Kijk, staat verdekt opgesteld. Volgens mij jagen ze ergens op. Ik weet niet waarop. De Nederlandse burgers. Ik vraag me af wat ze hier aan het zoeken zijn. Misschien gaat er iets gebeuren wat ik nog niet weet. Ja, ze zien allemaal in ieder geval goed bewapend tegenwoordig. Maar ik was er weer helemaal beroerd van vandaag. Wat ik gehoord had, was dat er 500 miljoen dieren waren verbrand in Australië. 500 miljoen! Zo hé. Nou, ik ga me niet overlopen, want dan springt gelijk op een nek zo'n mannetje. Want tegenwoordig is het pakken wat ze pakken kunnen, hè. 500 miljoen dieren levend verbrand. Agenda 21 was dat. Ze willen de mensen van het land afdrijven. Ik loop een beetje in de weg. Ze willen de mensen van het land afdrijven. En toen hebben ze speciaal expres alle gebiedjes die er eigenlijk voor zorgden dat de brand niet over konden laten slaan, hebben ze helemaal laten begroeien. Zodat alle branden mooi over konden slaan. Dat al die huizen van al die mensen gewoon verbranden. Dat ze sowieso van het land af moesten. Want dat is natuurlijk wat ze willen. De mensen van hun landje drijven. Hè? Allemaal in grote steden proppen. En dan langzaam met die 5G langzaam, je weet het wel. Dus dat is gewoon agenda 21 van de elite. En ze geven dus helemaal niet op bossen, planten, bomen. Het gaat ze alleen maar om de macht. Het is gewoon een machtsbehoud plannetje, die agenda 21. Want zelf gaan de elite altijd in die gebieden die ze aangewezen hebben om natuurgebieden, gaan ze zelf lopen jagen en vissen en duiken. Dus dit wordt allemaal expres gedaan, hè. 500 miljoen dieren levend verbrand. Alleen in Australië. En het gebeurt in Afrika. Het gebeurt in Zuid-Amerika. En ze doen het allemaal expres. Want ze willen gewoon dat de mensen geen bossen meer hebben. Ook in Europa. Die Polen, die klagen erover. Dat al die oerbossen van hun gewoon kapot worden gemaakt. Alleen omdat ze zeggen van ja, alle mensen moeten gelijk zijn. Dus ze willen alleen maar mais, soja, palmolie en nog een paar dingen willen ze. Oh, ik hoop dat hij stopt. Ja, hij stopt gelukkig. He? Ja, je weet het tegenwoordig niet meer. Dus ze zijn de hele aarde gewoon moedwillig aan het killen. Hè? Alle dieren, alle bomen, alle planten en alle geneeskrachtige dingen, die zitten allemaal in onze mooie natuur. En al die dieren worden gewoon vermoord door die satanisten, die globalisten. En ook als je ziet wat ze allemaal met die kinderen doen, hè. Vliegtuigen vol kapen ze er wereldwijd. Al die kinderthuizen, dat zijn gewoon afhaalcentrums voor ze. En ik zou bij dit filmpje, zou ik die man die onderzoek erna gedaan heeft, die zeggen van ja, zo gaat doen ze dat. En iedereen weet ervan, hè. Met die Jimmy Savile en zo, noem het maar op. En die de Dutron en al die mensen en zo, dat is allemaal voor hun. Dat is gewoon een pedofiele ring die ze om zich heen hebben gelegd, zodat de bevolking niet bij ze kunnen komen. Want je weet het, hè, zo'n pedofiel die liegt natuurlijk alles bij elkaar, alleen omdat hij bang is gelinst te worden. Daarom doen ze er ook nooit wat aan. Moordenaars zijn het, van deze aarde. Oh, die dieren. Ik ben weer helemaal kwaad, ik kon er niet van slapen. En ondertussen lopen ze ons de hele dag maar weer te bespuiten. En nou hoor je hem even niet. Het is weer helemaal dicht. Het is weer helemaal dicht. Nou, gelukkig hoor ik nog een mereltje. Maar die hoor je ook niet meer zo vaak. En dat zijn die palen. En wat ik ook ontdekt had. Al die palen, hè, hebben allemaal hun eigen nummertje. Dus ze kunnen elke paal gewoon op afstand met een nummertje aan, harder of zachter zetten. Hoef je alleen maar even door te geven. Grappig. Ze zullen maar per ongeluk dat zendertje iets te lang en iets te hard laten branden. Oh. Goedemorgen. Ja, ik was eventjes de lantaarnpaal aan het filmen.
Ja, je zit lekker bij te komen. Ja, ik ga wachten. Sorry? Ik wacht op iemand. Oh, je wacht op iemand. Ja, je ziet er ook best wel rustig uit. Ja. Ja, ja, ja. Je wacht op iemand. Oh. Ja. Nou. Hè? Het leven heeft vele facetten, toch? Ja, zeker. Nou, wens je nog een prettige dag. Ja, u ook. Ja, ja, die man is op de grond. Nou. Het leek wel een beetje of het een soort zwervertje was, maar... Hij wil natuurlijk niet zeggen dat hij een zwerver is. Tegenwoordig, als je wit bent en je zwerft, word je echt niet geholpen. Als je het hoort in Duitsland, hè, hoeveel oude mensen ze wel niet op straat gooien omdat ze de huur niet meer kunnen betalen. Oude mensen. Wat gooien ze gewoon op straat? Niet normaal. Ja, ik word er soms niet goed van wat ik allemaal weet. Of om me hoor en zo. Oh, met die dieren, ik kan het niet tegen hoor. 500. En dan gewoon naar Agenda 21, hè. Ze willen gewoon de mensen van hun land verdrijven, van hun eigendommen. Reken erop dat heel veel mensen onteigend gaan worden en dat ze nog een paar plannetjes hebben zodat je niks meer overhoudt. En ze zijn bereid om alles op alles te zetten. Als je al bereid bent om heel Australië plat te branden, alleen om de mensen onder de duim te krijgen. En ze kijken roetsigloos, al die dieren, bam, boom, bats. Tierkwelerij is nog een heel lief woordje ervoor. Het is de hoogste vorm van satanisme. De hoogste vorm van satanisme. Hebben ze al het land in één keer voor niks, als ze het in de hand steken. Wat wou je doen dan? Hè? Zeggen ze, wat wou je doen dan? Ze komen overal mee weg. Overal komen ze mee weg. Dus ik heb het helemaal gehad. En ook in Europa, hè, alle bossen gaan eraan. Al onze mooie oerbossen. Ik denk dat de mensen gewoon eens een keer... voor hun eigen omgeving om moeten komen. Want een globalist heeft het sowieso niet goed voor. Niet goed voor met onze leefomgeving. Krijgt de klimaatenschuld, maar ze doen het echt allemaal zelf, hè. De elite met hun Agenda 21. Dan moet je echt eens een keer... En weet je wie dat geschreven heeft toen? Zo'n vrouw in Noorwegen of Zweden. Die, nou ja, laat maar zitten. Dat moet je maar eens onderzoeken. Nou, dat zou die gebouwen ook in Australië... In ieder geval die mensen in... In Zweden werden ze wakker. Toen hebben ze even een actie gedaan. Op een eilandje. Toen werd iedereen weer rustig. Zo ging dat. En als je het wil weten hoe het was. Ole Dankaart heeft dat helemaal uitgezocht. Dus als je dat weet. Dus ze zijn bereid om elke keer als de mensheid enigszins tot besef komt. Grijpen ze in. Grijpen ze in. Zorgen ze dat de mens in de trauma komt. Nou, voordat hij eruit is, zijn ze weer 10, 20 jaar verder en dan hebben ze de boel weer geïnd. De boefjes. Nou ja, ik ga maar even wat... Ik weet niet eens wat ik hier doe. Ik loop hier maar een beetje rond. Omdat ik weet dat al die dieren gewoon levend verbrand, hè. En weet je wat ik ook zo raar vind? Ze zeggen altijd, ja, je CO dit, CO dat. Hè? Dat klopt allemaal niet. Ik zou hier onder ook eens zetten hoeveel CO er wel niet in de lucht zit. Maar in ieder geval hebben ze het over die CO. Wat ga ik nou zeggen? In ieder geval... Nou ben ik even de tel kwijt. Och. Nou ja. Oh ja, nou weet ik het weer. Als ze dan gewoon tropische regenwouden opkopen en hele mooie bossen. Daarmee bespaar je zoveel CO2 en daarmee red je ook zoveel mooie natuur en je stelt het veilig voor de generatie na ons. Al die mooie bossen en die natuur. En als er dan een medicijnen zijn die toevallig dan in zo'n tropisch regenwoud of zo'n bos zit, dan ben je gelijk een multimiljonair als de hele wereld het wil hebben. Een geneeskrachtige kruiden. En geneest iedereen en zo. Oh, volgens mij was dat een marihuana plant. Oh, nou ja, laat maar zitten. Doe dat ook hier.